Stel je voor, dit is mijn lesmodule en ik heb daar een testje zelf in zitten. En ik wil dat op basis van de score die wordt gehaald in het testje zelf, ofwel een les opent die zegt je kent het nog niet helemaal, of een les je hebt deze lesmodule afgerond. Nou, om dat mogelijk te maken, kun je in Pluvo gebruik maken van condities in deze video ga ik je uitleggen hoe je condities op een les kan zetten. En wel zo, dat dus op basis van de score in de testje zelf, één van de twee lessen opent. Nou, om dat zo in te stellen, open ik het drop-down menu, wat ik hier linksbovenin vind. En dan ga je naar de les toe die je op basis van zo'n conditie wilt openen. Dus dat is om te beginnen de les, je kent het nog niet helemaal. Als ik daar mijn muis op zet, dan vind ik hier schuifjes. En dat zijn de instellingen van die les, nou, dan scroll ik een stukje naar beneden, want hier kan ik de condities gaan toevoegen. In dit voorbeeld ga ik voor de conditie scoren van les, want ik wil dat op basis van de score in de les test je zelf deze les opent, dan wel niet opent. Nou, we hebben hier. Te maken met de les, je kent het nog niet helemaal. Dus dat suggereert dat deze les alleen moet openen als er onvoldoende gescoord is op de testje zelf. Dus ik heb een minimale score van 0% voor de testje zelf. En bijvoorbeeld een maximale score van 55%. En niet vergeten moet ik nog de les instellen waar die score gehaald wordt. Dus dat is in dit geval de testje zelf. Dus nu zeg ik. Als in de les Test Jezelf een minimale score van 0% en een maximale score van 55% behaald is, alleen dan opent deze les. Nou, hierboven kan ik ook nog kiezen wat de initiële status is voordat de conditie behaald is. Dus ofwel deze les is gesloten, dat betekent een cursist kan wel zien dat deze les bestaat, maar kan het alleen openen als deze conditie dus behaald is als er onvoldoende gescoord is op de testje zelf, of ik zet hem op verborgen. En in dat geval zien zij de les niet totdat zij onvoldoende zouden scoren op die testje zelf. Nou, dat vind ik in dit geval logisch, dus ik laat hem op verborgen staan. Nou, je zou ook nog meerdere condities kunnen toevoegen, en dan kun je ook dus nog kiezen om alleen te tonen als alle onderstaande condities worden behaald, of als één van de onderstaande condities wordt behaald. Dit staat zo goed, dus ik druk op bewaar. Nou, je ziet ook al het labeltje verborgen hier tevoorschijn komen. Op deze les 4.2b moet ik natuurlijk ook nog zo'n conditie zetten. En dit is de les die moet openen als het testje zelf door een cursist met een voldoende afgrond is. Dus ik ga weer naar beneden, kies weer voor de conditie scoren van les. Nou, dat is weer op basis van die testje zelf. Alleen dit keer zet ik de minimale score op 55% en de maximale score op 100%. Dus deze les opent alleen als een cursist tussen de 55% en 100% scoort op de testje zelf. Dan druk ik weer op Bewaar en dan staan de condities ingesteld.